Hey, goedemorgen. Ik ben alweer wakker. Het is intussen al 11:30. Ik heb al klaargemaakt. Ik heb een laag make-up erop gedaan, want ik ben nog steeds ziek, maar ja, je ziet het niet. Ik ga nog eventjes eten, even ontbijten en dan ga ik nog even aan het werk. Nog even één filmpje editen, want anders heb ik het gevoel dat ik helemaal niks heb gedaan vandaag. En dan ga ik mij even richting Melk-Zand, naar mijn papi en naar een vriendinnetje, dus we zien wel. Nee, niet dus we zien wel. Tuurlijk zien we wel. Hey, ik durfde net niet te vloggen in de trein met mijn Starbucks, maar ik wou dus eigenlijk in de trein zeggen dat ik eindelijk mijn Starbucks heb gehaald. Daar was ik echt blij mee, maar ik zat zo in de trein en toen dacht ik oké, ga wat zeggen. En ik durfde dat gewoon niet. Vet erg, maar maakt niet uit. Ik heb in ieder geval lekker mijn Starbucks gehad. Ik ben al bij mijn vader. We zijn nog even net naar het centrum geweest. Cadeautje gehaald voor vanavond. En nog wat kleine dingetjes en zo. Maar dat laat ik misschien morgen wel even zien. Nu ga ik even chillen. Ik ga even mijn wenkbrauwen epileren. Want dat wou ik eigenlijk doen. Heb ik nog niet gedaan. En dan ja, verder niet zo heel veel doen vanavond. Naar het vriendinnetje. En dan zien we verder wel even. Sorry, en dan zien we verder wel even. Ik zat naar de tijd te kijken, dacht ik, hè? Het is gewoon al 2 uur, gaat vet snel. Maar, ja, ik heb het warm. De zon schijnt, ik ben echt blij. Eindelijk. Dus ja, maar ik ga even mijn wenkbrauw doen en dan zie ik wel wat ik ga doen. Misschien even een filmpje kijken of zo. Jee. Ik ben weer thuis. Ik heb, wat heb ik? Ik heb hoofdpijn en keelpijn. En ik heb nu ook oorpijn. En ik heb het idee alsof ik van die ingevallen ogen heb. Dus ik voel me niet helemaal 100%. Misschien had ik toch maar thuis moeten blijven vandaag. Maar toch, ik heb een leuke dag gehad. Ik ben met mijn vader geweest. Met mijn broertje gechilled. Die was er ook lekker. En ik heb mijn moeder nog even gezien. Ik ben nog naar een vriendinnetje geweest. En ja, ik heb wel een leuke dag gehad. Maar nu ga ik... Oh, het doet echt pijn. Nu ga ik even mijn make-up eraf halen. En even lekker een hete douche nemen. En dan ga ik in bed liggen. Want nee, dit voelt niet lekker. Echt niet. Maar ja, ik ga dat doen. Hey, ik ga maar slapen, want mijn keel doet pijn, dus ik ga even neusspray innemen en dan slapen. En hopen dat ik me morgen weer een beetje beter voel. Dus vergeet niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen. Laat rusten. Doeg!